Het lichtenfeest. Ganoekenfeest. Wat is dat eigenlijk? Voor me staat een ganoekia, een negenarmige kandelaar. En hier is de zevenarmige kandelaar, de menorah. Deze twee kandelaren hebben van alles met het ganoekenfeest te maken. Het lichtenfeest. Jezus vierde het ook. Dat lezen we in Johannes 10, vers 22, waar staat: En het was het feest van de inwijding van de tempel in Jeruzalem. En het was winter. En Jezus liep rond in de tempel in de zuilengang van Salomo. Het Genoekenfeest dateert terug van 167 voor Christus. Op dat moment was er een Syrisch-Griekse overheersing in het land Israël. Zij gingen Zeus en Jupiter in de tempel plaatsen. Ze probeerden namelijk de Griekse beschaving te brengen in het land. Ze gingen zelfs een varken offeren. En ook mochten de Joden niet meer de Torah bestuderen. Het is logisch dat de Joden in opstand kwamen. Er kwam een burgeroorlog die 3 jaar lang duurde. Maar na die 3 jaar heeft Judas van Maccabeeën de overwinning behaald. En oh, wat waren ze blij. Ze wilden weer de tempel gaan inwijden. Ze gingen de tempel inwijden en daarom wilden ze de menorah weer aansteken. Maar er was een probleem. Er was maar voor 1 dag olie. Toch gingen ze het aansteken. En toen gebeurde er een wonder. De menorah die bleef 8 dagen branden. Het duurde immers 8 dagen voordat er weer koosjere olie klaargemaakt kon worden. Het feit dat daar een wonder gebeurde, daarom hebben ze hier een ganoekia. Ze hebben 8 kaarsen met 1 kaars die de andere kaarsen aansteekt, om te gedenken dat het Jodendom nog steeds bestaat. We zien dat gedurende de hele geschiedenis heel veel verschillende mensen geprobeerd hebben om de Joden te vernietigen. De farao deed het dan met Mozes in het biezenmandje door alle jongetjes in de Nijl te laten gooien. Maar ook bij koningin Esther. Haman wilde het Jodendom en de Joden vernietigen. Maar ook recentelijk, in de Holocaust, daar wilde Hitler alle Joden vernietigen. 6 miljoen heeft hij er vermoord. Oudere mensen, jongere mensen, gezinnen, kinderen. Niemand ontkwam. En waarom? Omdat ze het Jodendom wilden uitroeien. Maar na de Tweede Wereldoorlog, in 1948, is de staat Israël ontstaan. En konden de Joden uit de hele wereld weer terugkeren naar het beloofde land. Wat bijzonder. Hier voor me staat ook nog lekkere oliebollen. Dit zijn soufganiots. Het zijn oliebollen met daarin shem. Die zijn dus in olie gebakken, omdat ze immers het olie in de menorah gingen laten branden. En tegelijkertijd spelen de kinderen in Israël of overal waar de Joden zitten, spelen ze met kleine tolletjes. En hier staan 4 letters op en er staat Nes Gadol Haya Po. Een groot wonder heeft hier of is hier geschied. En dat gedenken ze nog altijd elk jaar. In de winter, november, december. En daarom wordt het ook het lichtenfeest genoemd. Het lichtenfeest dat wordt aangestoken met de shamas, de dienaar. Elke dag wordt er een nieuwe kaars aangestoken. Jezus zegt in Johannes 8, vers 12, Jezus sprak dan opnieuw tot hen en zei, Ik ben het licht van de wereld. Wie mij volgt, zal beslist niet in de duisternis wandelen en zal het licht van het leven hebben. Jezus zegt, Ik ben het licht. Wij mogen hem volgen. De Heilige Geest is een beeld van de olie, die ook in dit feest naar voren komt. Als we Jezus navolgen en gevuld worden met de Heilige Geest, mogen we ook in deze wereld staande blijven. Wij vinden het een voorrecht dat we ook als internationale christelijke ambassade ook tijdens dit feest weer heel veel mensen mogen bemoedigen.
Onze staf zit in Jeruzalem. Zij kunnen op vele plekken mensen voorzien van bijvoorbeeld eten, wat veel wordt rondgedeeld, ook rond het Chanukka-feest. En onze staf gaan ook deze dagen weer actief op stap. Verder zijn we ook betrokken bij het werk van de Aliya, waar we al meer dan 30 jaar actief bij betrokken zijn. We mogen de mensen verwelkomen als ze terugkeren vanuit het hele wereld naar het land Israël. En zo mogen wij ook samen als christenen gaan staan voor het Joodse volk. Want God heeft nog steeds zijn volk lief. Hij heeft het uitverkoren. En juist omdat Hij het heeft uitverkoren, is er zoveel strijd. Zoveel strijd dat andere mensen de Joden willen vernietigen. Maar wij willen als christenen achter het Joodse volk staan. Doet u mee?